Hallo dames en heren, welkom terug in deze nieuwe Minecraft Survival video. Vandaag ga ik werken aan de wachttoren die ik natuurlijk kan maken voor de brug. Maar ik was net een beetje AFK tijdens de nacht. En volgens mij zijn er heel veel monsters gespawnd. Waaronder ook natuurlijk creepers. Snel van weggaan. Ik wil ook vandaag het pad aanleggen en natuurlijk ook meer de plot gaan maken. Want zoals jullie ook hebben kunnen zien natuurlijk de vorige aflevering, heeft Darkiller hier een huis gebouwd. Ik heb ook nog een bordje geplaatst dat dat natuurlijk Darkiller zijn huis is. Ik wil dus vandaag gaan werken aan de wachttoren. Ik ga eerst gravel inleggen. Ik ben altijd door elkaar bezig met alles. En dan gravel leggen, dan maken. En zoals de mine is helemaal nog niet klaar. Dat is nog niet klaar. Ik ben echt te veel dingen doorheen aan het doen. Ik heb een stek gravel. Ik kan natuurlijk niet meer toekomen, maar het is toch wel een klein begintje om te laten zien hoe het gaat uitzien. Even de cobblestone weghakken. Zo, want het is uiteraard wel gravel geworden. Want één persoon heeft gereageerd onder de video van hey, ik wil graag, of ja, ik wil graag, hij zei eigenlijk van ik vind gravel heel mooi daaronder, dus en zijn rechts komt ook nu in beeld. Voilà, dankjewel jullie voor je reactie, tot de enigste. Hoppa, dankjewel. Wat mooi voor Darkiller zijn huis ligt. En ook sowieso hier, voor zijn deur. Ik weet, is dat een beetje op zijn plot, maar dat moet gewoon zo. Dat moet gewoon zo mooi gemaakt worden. Voilà. Dat is ook wel heel mooi, hè. Ook zo even dat al die seeds hier weg hebben. Zo, oké. Dus ik heb het pad ook al klaar. Very mooi, very schön. Maar ik even iets uitproberen. Even dichtmaken. Het moet sowieso natuurlijk wel hoger staan dan al de rest van de huisjes. Het is natuurlijk een wachttoren, dus daarom. Dus komt u hier zo binnen. Of ja, binnen, komt er gewoon zo aan. En je kijkt meteen niet op de wachttoren. Dat is uit de bedoeling. 5 minutes later. Oh, heilige Darkiller bloem. Oh, heilige Darkiller bloem. Oh, zo prachtig. Ik ben weer al ontroerd, jongens. Je hebt me echt gepakt. Mooie bloem. Oh. Darkiller blijft voor eeuwig mijn hart, jongens. Mijn eerste inwoner is gewoon even Darkiller. En ja. Heel mooi. Jongens, ik heb toch even een prachtig ideetje. Ik heb altijd, als ik hier sta, jongen, als ik even hier sta ergens, heb ik altijd een prachtig idee. Net zoals dat Hollywood sign, Lego ding. Maar nu even een prachtig idee. Wat als we nu even gewoon een buurthuis gaan maken? Gewoon hier, een buurthuis. In plaats van een wachtpost. We kunnen ook wel een wachtpost maken. Maar als we nu even gewoon een buurthuis maken. Hier gewoon, hier in het midden, zo'n buurthuis. Is dat geen vet plan? Ik kan het gewoon doen. Dat is me echt zo nice. Want dan kan ik ook van die signs maken van alle inwoners. Of de toekomstige inwoners. Leuke plannen met onze survival. Ik kan natuurlijk allemaal inkomen, dus dat ga ik gewoon doen. Wat is ik cool aan het doen, joh? Oh, even herhaling. Inspiratie gaat losgaan. Zo. Net zoals toen ook in de huis, hoor. Ik doe altijd gewoon random blokken plaatsen. Misschien een beetje tellen. Maar voor de rest echt gewoon random fantasie. En op zich, het komt wel altijd mooi uit. Als je ook bij mijn huis kunt zien. Dus je komt zo binnen. Ja, wacht. Ik heb wel even zo plaatsen, want dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Ik kan niet zoals dat doen. En zo'n blok gaan plaatsen, wil ik niet doen. Dat vind ik, ja, voor een huis. Of ja, voor een gemeentehuis. Niet echt voor gemeentehuis. Buurthuis, gemeentehuis. Een beetje hetzelfde. 5 minutes later. En dan zijn we klaar, dat is helemaal klaar. Hoppakee. Of gewoon ook gemeentehuis. Ik ben echt te veel dingen aan het wisselen. Eerst was het een wachtpost, dan is het buurthuis, nu is het al een gemeentehuis. Laat ik gewoon weten wat je wilt dat het wordt. Maar ik denk meer gemeentehuis, buurthuis, één van de twee. Ja, echt van die typische gemeente van vroeger. Hè. En natuurlijk zijn gemeentehuizen van vandaag natuurlijk kei vernieuwd en modern. Maar van vroeger ook eentjes gaan maken. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Heel nice, op zich ziet het er mooi uit, hè. Doen we hier natuurlijk even wel zo'n mooie entree. Komt er nog wel hoor. Een mooie entree. Gaan we zo wel zien hoe dat eruit ziet. Maar voor nu ziet het er mooi uit, hè. Dan kunnen we altijd hier nog zo vensterbanken maken voor bloemetjes erop. Om natuurlijk ietsje mooi te maken. Dat ons dorp natuurlijk echt een heel leuk dorp is voor alle inwoners. Ik weet het ook niet, jongens. Maar ze moeten wel mooi zijn. Ja, dat is wel mooi, hè. Ja, dat is echt magnifiek. Magnifiek is dat gewoon. Dus ik even nog wat meer stombricks halen, jongens. Want ja, alles natuurlijk op. Eens wat meer halen en dan gaan we verder bouwen. Op zich, ik ga even iets proberen, jongens. Ik heb toch genoeg ramen. Ik wil even iets gaan proberen.
En volgens mij wel heel mooi uitzien. Maar dan moet dat wel even daarvoor in de decoraties dan straks of voor een aflevering. Maar als we nu zo doen. Dus als we hier nu glas gaan plaatsen. Dat lijkt nu echt heel raar, maar dat is nu gewoon in zo'n paaltje. Maar als we dan hier een ander soort. Gewoon, denk je gewoon zo'n hout doen. Dan natuurlijk een beetje afwisseling hebben. Oh, wacht, ik heb even echt een fantastisch idee. Zo. Mooi. Nee, ja, ik vind het echt niet mooi. Maar wow, best kapot. Wat een feest, wat een feest. Nee, ben ik tegenaan, toch nog mooi, oké. Test mislukt, jongens. Spijtig genoeg. Spijtig van dat glas, maar ja. Maar natuurlijk veel testen, hè. Als je natuurlijk een heel mooi huis wilt maken, of een heel mooi ding wilt maken in Minecraft, moet je natuurlijk heel veel gaan testen. En materialen gaan opdoen, dus ja, spijtig. Maar ja, ik had toch heel veel glas, dus op zich maakt het niet uit. Heel erg veel uit. Maar ik wil even de voorgevel al maken. Even kan zien hoe je de stijl kan gaan maken van het gemeentehuis zelf. Ik heb een idee. Als de grond moet sowieso lager. Sowieso moet die lager. Ik wil dat er iets groter komt te liggen uit dat gemeentehuis. Maar dit moet dan. Wacht, de rest moet ook zo. Ja. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Weer spijt van dat glas maken. Even helemaal niet uit. Even gewoon van die stone slabs maken. En dan zien dat misschien heel mooi uitkomt. Samen met stone bricks. Dat volgens mij kunnen op elkaar plaatsen. Hè? Ja. En dit is bovenop. We zullen heel die rand, de onderste rand van dit maken. En dan misschien wel heel mooi uitpakken. Hè? Ik denk dat ik dat gewoon ga doen, jongens. Ik heb dan helemaal geen eten meer. Dark Killer. Niet gezien. Ik ben ook niet eens Dark Killer zijn huis geweest, uiteraard. Helemaal niet. Totaal niet, uiteraard. Hepla. Oké, maar eerst een beetje de grond wat lager laten maken. Dus zo even werken. Boven bouwen kunnen wij het maken. 3 hours later. Het buurthuis 2 van een deel, of gemeentehuis 1 van 2. Ik kan nu eens van die meer van die stenen maken, die slabs. Vandaag veel sneller. Ga ik toekomen? Nee, ik heb maar 1 slip over. Ik dacht van, hey, ik ga toekomen, maar nee, 1 slip over. Ja. Oké, bang. Dit dat doe ik weg. De vloer sowieso van eikenhoutplanken, sowieso. Denk gewoon slips. Dat is gewoon het andere stukje. Je kan natuurlijk ook meer gaan plaatsen, dus dat is gewoon veel efficiënter. Dus ik in de slips aan maken. Nee, op. Oké, dan niet aan zich. Even weer aan slapen. En natuurlijk daar killen zijn huis niet, want dat is natuurlijk daar killen zijn huis niet. Mooi uitzicht over mijn buurthuis. Of gemeentehuis, één van de twee. Weer al niet gezien dat ik weer een Dark Killer in bed slaap. Uiteraard niet, weer al niet gezien. Dus jongens, mocht je dit tegen Dark Killer alsjeblieft. Nog 6, letterlijk nog 6. Maar ze is nu klaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dames en heren. Dus dat klaar de vloer. Dus zo gaan de ramen dus eigenlijk zijn. Want besef, dit is natuurlijk wel de gewone grond en de begaande grond. Toch? Ah nee, natuurlijk niet. Dit is natuurlijk niet de begaande grond, dit. Dit is de begaande grond, hè. Dit hier. Dus je gaat altijd zo voorbij lopen. Allee, rondlopen, zeg maar. Voorbij de hoge ramen. Maar dat maakt op zich eigenlijk helemaal niet uit. Want als je eigenlijk hierin staat. Ik heb wel iedereen zien lopen, maar jij kunt het niet zien. Best wel nice. Ik ga even kies gebruiken voor spullen in te droppen, want ik heb echt te veel spullen bij. 3 hours later. En dan even zo naar binnen kunt zo. Hey, kijk even hoe het zou moeten zijn. Hè. Nee, niet langs binnen en dan heb zo ze naar binnen gaan. Is dat misschien leuk? Ik denk het wel. Zo niet, laten we even weten in de reacties. Maar op zich vind ik het zo wel mooi momenteel. Ja, momenteel vind ik het wel mooi. De ramen. Dus ik even zo plaatsen. Denk wel een blokje.
Het lijkt wel echt op een gebouw dat men zegt van oké, hier is wel iets te doen eigenlijk. Het is niet gewoon een huis, ja. Dat vind ik echt prachtig, hè, jongens. Oeh, ik heb echt zoveel ideeën, jongens. Ik heb echt te veel ideeën. Laten we nu even mooi gaan afwerken met zo van die bricks. Als ik er aan kan. Ik kan je aan kunnen waarschijnlijk. Of gaat dat niet? Of wacht, nee. Oh, jongens. Dit is niet dat mooi. Is dat mooi zo? Allee, dan wil ik even kijken in het geheel. Nee, dat duurt lang, joh. Komt dat nu? Ik ben door de hekking aan kapot hakken, hè. Zo kom ik letterlijk weg. Hè? Dit ook. Oh, ik ben met mijn schip aan het hakken. Robin, toch. Goed bezig vandaag, goed bezig. Op zich, jongens, op zich is dat best wel mooi. Ja. Als dan ook van boven misschien niet zo doen. Dan kun je niet of dat mooi uitzien. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, heb ik misschien van die stone brick slabs aan maken. Dat gaat mooi uitzien. In plaats van zo van die trapjes. Vooronder niet, vooronder ook wel behouden. Vooronder vind ik echt wel heel nice uitzien. Kun je nog bloemtjes plaatsen? Nee, ja, dit is echt heel fijn. Toch echt een heel mooi huis, jongens. Ik zei het jullie nu al. Ja, dit is echt mooi, jongens. Dit is misschien meer zo'n bestuursgebouw. Op zich wel, hè. Ik heb echt al duizend namen gegeven aan dit gebouw. Maar echt al duizend namen. Dus, moest je nog een leuke naam weten? Had zeker weten. Oké, jongens. Even de app op een afstand gaan bekijken. Maar echt op de dikke afstand. Even een keertje gaan bekijken hoe dat eruit ziet. Of hoe dat er überhaupt uitziet. Ja, dit is er mooi uit. Ja. Het ziet er echt mooi uit. Sorry, misschien bij de stoep op mezelf of over mijn bouwkunst. Maar dit vind ik echt heel mooi. Dit lijkt echt op een heel belangrijk gebouw van het dorp, hè. Of misschien later wel van de stad. Kan ook wel, hè. Ik weet niet hoeveel kijkers dat er überhaupt gaan meespelen, hè. In de survival, maar het kan misschien wel een stad worden in plaats van een dorp. Dat is natuurlijk maar het begin, hè. Want ja, hello. Hallo. Waar is de rest van het gebouw? Toch een beetje elk mogen afmaken, hè, op zich. En dan gaan we komen dat eruit zien, jongens. Dat gaan we wel zien. Dat is een zorg voor later. Maar dames en heren, het wordt echt heel mooi, het gebouw. Ik weet niet juist hoe het genoemd, het gemeentehuis, buurthuis, bestuursgebouw. We gaan wel zien. Maar dames en heren, ik wil echt bedankt voor het kijken naar deze Minecraft Survival. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.